Kom eens even lekker dingen zitten. Jezus, ja, maar je hebt zo'n grote stoel. Joh. Ik is niet één groot stoel. Hé. Nou, laat zien hoor. Oké. Hey, speciaal voor jou, ik ben Paris Saint-Germain shirt aan. Dat is lief van je. Hè? Want daardoor gaan we nu... Thiago Silva packen. Ja. Hey, mensen, we zijn vandaag packs. Ik ga weer echt packs openen. Oh, gold packs? Ja. Je pakt uit voor de kinderen. Ja. We gaan vandaag... Kinderen. Kleine meisjes. Vandaag gaan we weer packs openen. Ik heb 4 points. Niet zoveel, dan gaan we bij je soort zo. Geen zorgen. Die alweer niet zoveel. Je hoort Kaya de sponsor deze video. Of moet die nog komen? Nee, die sponsor die komt nog. Maar die komt nog. Die komt nog. Misschien komt er wel een Kaya de sponsor. Dubbel die FIFA points nou, man. Nee. Laten we eerst openen. Zullen we beginnen met deze en dan die eindigen met 50k? Want die 50k zijn wel het best. Oh, dit zijn de packs die er zijn. Ja. Nou, jij pakt wel uit. Godverdomme. Vielen zijn geen geld meer. Ja, what the fuck, jongen. Gooi gewoon die 125k packs oneindig in die store. En Koentje blijft maar spenden. Ja, dan mag je... Kijk. Ronaldo. Besef als je Ronaldo pack. Ik weet niet of jij... Hoe duur is Ronaldo? 600k. Nee, echt 200 of zo. Nee joh, uitback. Ik denk dichter bij 200 dan bij 600. Dit meen je dan niet? Nou oké, wat zetten we erop? Niks, maar ik denk 600. Oh, Icon? Hè? 260. 260 voor Ronaldo? Ja, dat zeg ik net. Want jij zag Portugal altijd deze. Wat stel je pakt Ronaldo? Bro, als je Ronaldo pakt, je kunt ook beter Team of the Season Thiago Silva. Nou, dat is net niet waar, maar. Hij is nog nooit zo goedkoop geweest. Nee. What the fuck, joh. Ja, hij was er straks nog minder. 265k voor Ronaldo. Stel je pakt hem ook, kun je eigenlijk niet eens blij zijn. Ja, nee. Ja, wel. Nee, Frankie. Of Ronaldo. Of Daily Blind. Ik wilde zeggen, waarom is hij nu al in packs? Ik wilde zeggen, hij was 4 uur geleden nog Team of the Season. Had ik hem 4 uur geleden moeten openen? Ja, toen waren deze packs er nog niet. Nee, dat is waar. Nee, maar ik vraag me iets af, wat is het nu dan? MLS en Rest of the World. Is dit wat? Nee. Mensen, laat een duimpje omhoog achter. En dan zeg ik, proost op het weekend. Is het mijn theetje? Jij is jouw thee. Jij zit aan het bier, ik zit aan het thee. Ja, het gaat weer helemaal mis. Jij een nep braan, man. En dan op vrijdagavond. Vrijdagmiddag, eind de week voorbij. Oh, lekker weekend. Lekker helemaal niks doen in het weekend. Dan maandag alweer werken. Nou ja, inderdaad, maandag. Bro, we zitten dit open op tweede Pinksterdag. Is gewoon vrije dag. Goeie flares trouwens. Zo, was lekker, hè, vandaag vrij. Ja, was echt lekker. Wow. Maar toch even lekker om 11:30 s'avonds nog even lekker packs openen. Ja, nee, maar dat is ook even die centen spenderen. Ja, over centen gesproken. Top 11 bestaat 10 jaar. En wat vinden we daarvan? We vinden dat fantastisch. Nou, we hebben zijn competitie nu die je met je vrienden kan doen. En als je eerste, tweede of derde wordt in die competitie met je vrienden. Nou, dat geloof ik niet. Krijg je exclusieve prijzen. Oké. Beurtje van jou? Nee, geen beurtje van mij. En voor de vervent top 11 spelers onder ons. Er komt ook een extra editie van de Special Sponsor Challenge. Nou, dat wil je niet missen. Ik ben al om aan. Dat wil je niet missen. Ik was al bezig met de thumbnail. Ja. Er is ook een nieuwe iets, namelijk een jeugdacademie. En dan kan je zeg maar eigen spelers krijgen, eigen jeugdopleidingen. Fantastisch. Jonge, talentvolle spelers. Dat is absoluut leuk. En er zijn allemaal speciale challenges die je kan voltooien. Nou, allemaal nieuw. Fantastisch. Je wilt dit meemaken, mensen. Er staat een link in de beschrijving. Download die app. Download Top 11. Dankjewel. En dan gaan we nu weer lekker packs openen. Oh, daar heb ik vooral heel veel zin in. Dat had ik al, ja. Je hebt een stuk van je sponsor gemist. Iets met... We verdienen geen keeper! Ik krijg je trouwens helemaal geen keeper. Nee. Wat doe ik? Wat doe ik hier? Oh, de walkout! Kom op! Ronaldo! Dit is echt de eerste keer dat jij een pack. Wel een keer zo'n discussie dat jij hem nooit krijgt. Ja! Ja! Genius! Oh! Dus even Ronaldo, die is gewoon... Ronaldo is gewoon nu waarschijnlijk de minimumwaarde van 93 rated voor SBC's. Ja. Jij hebt er even stappen. Niet leuk. Ik heb trouwens al een mop bedacht van het einde van de video. Jij moet er, hè? Klopt. Ja. Kom op! Hé, deze waren niet heel goed, die 50k pack. Nee, maar dan had je van tevoren ook al kunnen vertellen. Nee, oké. Maar maakt niet uit. We hebben wel 1 walkout gepakt en we... Oh! Soudani. Dan heb je Lico en spelers. Ja, vast wel. Ja, lever even zo'n SBC in, joh. Ja, maar laten we eerst deze even doen. Oké. Okay. Ik had het er straks 10 gedaan, ik een half uur over gedaan. Zo. Maar ik moest allemaal... Nee, moest allemaal... Nee, dat kan niet, want er zijn er dus maar 20 of 30 of zo. Echt? Ja. Oh! Nee, oh, mijn god! Wat, klote? Er is geen Team of Season, broer! Oh! Is Robertson! Hé! Je dacht Team of Season! Ja, maar ik wist niet dat het was klote! Ah, bro, je bent echt zo'n road to Shaw! Nee, maar bro, maar ik heb dit letterlijk, ik denk letterlijk al maanden niet gehad! Nou, nah, flikker! Ik zweer kijk naar video's van anderen! Nee. Nee, oké. Okay. Nah, ik ook bijna nee. Road to Shaw, ik werd elke keer door dit geprankt. En toen ging ik nog zeggen van, hij is echt een wannabe FIFA YouTuber, hoe kun je dat nou niet weten? Jij wordt gewoon ook geprankt. Ja, ik vond hem al heel blauw, man. Wat een waardeloze vent. Ik dacht, hij is waarschijnlijk zo blauw, omdat ik. Neymar heb. Hey, weet je wat ik weekelijk heb gehaald? Elite. Elite 1. Nee, dat heb jij niet gehaald. Ja, wel. Ik was echt goed deze week. Elite 1, moer. Elite 1 is wel echt vrij hoog. Ik kreeg de 6. Ah. Dit is niks. Jij hebt echt geen goede pack open. Nee. Had ik nou mijn Bas na gezet. De pack open. Oh, nee, ben ik. Kom op! Dit is niet goed. We moeten even bijstorten. Heb ik gehoord dat het loont? Als het op een bepaalde plek is. Ik had net lekker niks onder de wereld kijken.
Die ik altijd, vind ik het leuk. Ga je nou weer weg doen? Ja, ik ga weer weg doen, want jij... Ja, dat zien de mensen thuis niet. Kijk, slippers. Maar eerst zagen we dit, zei Rob, nu kan ik naar mezelf kijken. Maar als dit dan wegdoen. Oh, Jaja. Ik weet niet wat ik leuker vind. Mijn hoofd of die chick. Oh, hey, Koen, hij is blauw. Wow. Ik heb dit zo lang niet gehad. Zie sokken. Oh. Tatatata. Uit een bijtstorten. Ja. Kijk, je gaat nu bijstorten van een fantastische site. Ja, dat klopt. Hè. Maar ik heb gehoord dat ze op die fantastische site ook nog een mega korting hebben. Nou, 12 maanden PS Plus. Wat? Geldig tot en met 8 juni. Zou je het wel vertellen? Het is op dit moment dat deze video online komt, is het 5 juni. Ja, dus als je nog geen PlayStation Plus hebt gekocht, met 30% korting, zo. Dan moet je snel naar het link in de beschrijving. Oké, okay, mensen hebben bijgestort. Ik wil het goed. Dankjewel. Voor de mensen die denken, oh, u hebt ik wil het goed, dus je hebt een gratis FIFA point. Ja, what the fuck? Dat zie ik ook wel eens voorbij komen in comments. Hoe dan? Alsof die dingen dan gewoon uit de lucht vallen. Zodat Sony zegt, nou, oh, fuck it, jullie hoeven niet te betalen. Meer of meer. Oké, okay, maar bedenk nu dat op het moment dat jij koopt ik wil het goed, dan steun je. Al Sony heel erg. Goeie doelen en onze portemonnee. Zeehonden ook. Zeehonden. Ja. Veel zeehonden. Oh! Is nu gewoon waarschijnlijk 5k. Ha. Gay. Oh, Jaja. Ik denk dat iedereen wel onder de indruk is van jouw fantastische video tot nu toe. Hé, maar we hebben gewoon 200 season gepakt. Oh ja? Nee, is niet waar. Als Robert zegt. Dit is niks. Dit is helemaal niks. Hé, dit is een 50k-pack. Dit is een 50k-pack. Oh, hoe zie je op? Was gewoon 30k. Oh, hoe zie je op? Dit is niks. Dit is niet. Oh, maar wacht. Ja, ja. Ja, ja. Konaté. Konaté. Komt hier. Gignac. Ja. Nee. Godsamme! Ik ging nu ook wel een beetje. Ja. Oh, oh! Jesus, nou wat? Nee, koken! Koken? Joken, stop. Wat heb je gegeten? Koken. Ik heb broccoli met een beetje kaas. Oh. En kip uit de oven, die lekkere. Die met. Ja, oh. Ja, met die kruidenboter. Ja, ik weet welke je bedoelt. Ja. En aardappelcroquetjes. Met mayo. Nee, ik had hamburgersaus. Heel raar eigenlijk, want het was helemaal geen hamburger. Maar hey, ja. Fuck it. Fuck it, man. We leven. Het is maandag, pak het maandag. Pluk de dag. Carpe diem. Kijk eens, komt ie aan! Godsamme! Ik bedoel, er moet één tiener zien zichtbaar zijn in deze video. Dus we gaan straks even gewoon op de markt eentje zoeken. Dit is toch ongelooflijk. Ho, 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 maar wat zien we hier? Bamba. Nee. Ja! Ja! Nee. Hij zit de allerlaatste van deze. Nou, dat is fantastisch, hè? Godverdomme, wel 200 euro gekost in de tering, zo. Disgusting! Nou, kijk, ik toch ook even nemen aan. Een icon! Een icon! Oh mijn god! Oh! Hij is slecht, maar oh my god! Oh! Het is een moment! What the fuck? Wat lekker zeg! Tot samen! Oh mijn god! 100k! Laat het in rust hoor! Ook al! Oh! 750k! Hij is waarschijnlijk onder de 100k deze man, of niet? Nee, 146 is het goedkoopste bij. Maar kijk hier, hij staat die 69k voor bieden, wordt hij geboden. Ja, hij gaat voor die enge trade. Ja, je hebt gelijk. Wat een steal! Dit was grappig. Wij gingen naar die vuilcontainer. Ja, je weet. Het verhaal ook zegt niks meer. Oh, ik heb nog een filmpje. Die vrouw flipte helemaal op ons uit. Maar buiten dat, daarvoor gebeurde echt iets grappigs. We hadden namelijk de kerstspullen bij. Van de eenzaam clip. Weet je wel? Die ging je nu weggooien. Ja, wij gingen die kerstspullen een deel. Ja, gewoon die rommel. Okay. Maar we hadden toch dat ding met die sneeuw als je bewoog. Ja? Met dat kerstmannetje. En dan ging die zo blazen. Ja. Maar er zat ook een liedje bij. Ja. Kwam en speelde een kerstliedje al. Dus wij tieven dat ding in die vuilcontainer. Nee. Weet je wel, zo'n ding van 5 meter diep. En op een gegeven moment is het even stil. En we horen zo. Weet je wel, jingle bell. Ik was hier aangegaan toen we hem erin hadden gegooid. Dus weet je wel, zo'n vuilcontainer waar je zijn zak in doet en dan doe je dat ding naar beneden en dan opeens is die verdwenen, weet je wel. Dan stort hij gewoon in de oneindigheid. En we horen opeens die jingle daaruit komen en denken, wat doe ik dan die vrouw? Ja, jongen, ik heb hier een filmpje zien. De vrouw flipte me helemaal uit dat wij daar vuil aan het weggooien waren. Want volgens mij, de bedoeling is, maar zij zei dat wij niet uit hun gemeente kwamen. En toen zei ik, mevrouw, dat doen wij wel. En ze is echt op het toon. Jongen. Jullie horen niet bij de gemeente. Almerehaven. En toevallig, we hebben dus een oude grijze bak. En daar staat nog gemeente Almerehaven op. Oh, dat we dus net niet in Almerehaven wonen. We wonen net buiten Almerehaven. Dus toen zei ik, nou kijk maar mevrouw, hier staat gewoon Almerehaven op. En toen had ik er gedist, maar toen werd ze koude boven. Goed verhaal. Gaat zien. Oké, okay, Rob. Hier komt hij. Je ziet dan zo'n blauw omheen. Ja, je ziet het van tevoren al. Maar je moet het wel weten. Zeg maar, hier zit er geen in. Oh! Oh, de eerste! Ik wilde net zeggen, behalve de eerste, want dat kun je niet zien. Yeah! Ja! Die man! Dit is niet alcoholproof. Alcoholproof? Dit is niet corona. Alcoholproof. Corona. Ik heb hier een biertje staan in je eigen lijf. Oh! Oké, de laatste. Rob? Aiken en Slimani, maar ook nog Ben Jedder. Komt hij aan? Nee! Mensen, weer bedankt voor het kijken. Vond je het weer leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. We hebben weer een eigen gepakt. Dit is wel echt vrij kaasje. En Slimani. Maar en Slimani. Niet vergeten. Bedankt voor het kijken.
tot ziens. En Rob gaat jullie de mop vertellen. Klootzooi, alweer vergeten. Ja. Zoek maar even eentje, Rob. Oké. 75-jarige oma schreeuwt naar een stel twintigers. Hé, hey, dit is niet jullie gemeente! Wegwezen! Jullie gooien vuil in een container en dat mag niet! Waarop een van die twintigers zegt, jawel, kijk maar, dat staat op ons bak. En toen zei ja, een goede mop. Dankjewel voor het kijken, de groeten. Oma, je bent koude hard gedist!